Ik open de extra raadsvergadering van 30 september 2016. Iedereen van harte welkom. Een extra vergadering ingepland om de jaarrekening te gaan vaststellen, inclusief de accountsverklaring. En we spreken ook over Veilig Thuis, begrotingswijziging GGD. De G4 voor de mededelingen. Dank u, voorzitter. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Under, mevrouw Roders, mevrouw Dukesnooi, de heer Groen en de heer Henning zal later komen. Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje en er zijn geen insprekers. En bij de stukken die geplaatst zijn met betrekking tot de jaarrekening, treft u aan een niet getekende versie van de accountantsverklaring. Ik kan u verzekeren, het origineel is wel degelijk getekend. Dat heb ik zo even nog een keer gecontroleerd. De reden waarom een ongetekende versie is opgenomen, zo is mij verteld, is om te voorkomen dat er vervalsingen kunnen worden gepleegd. Hoe dat werkt weet ik niet, maar u moet daar verder maar niets achter zoeken. Dat waren de mededelingen, voorzitter. Dank u wel. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Bent u akkoord met de agenda die voor ligt? Dat is het geval. Dan komen we bij de... Nou heb ik een probleem. Ik heb nummer 15 getrokken. Zullen we zo straks even meedelen wie dat is, voorzitter? De spanning houden we er nog in. Goed, dan komen we bij de ingekomen stukken. Romeinse 3 stukken van voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen. Dus stukken A, B en C. Bent u daarmee akkoord? Is dat ervan? Wordt dat aangenomen? Dan komen we bij het vaststellen van de jaarrekening 2015. Gelet op het feit dat alle stukken zijn, zoals de griffier net aangaf, staan op het terris. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal van u die nog niet allemaal gelezen heeft. Dus het lijkt me goed om wethouder Verspuy te vragen. Te beginnen met een toelichting op de belangrijkste mutaties. Naar aanleiding van het accountsrapport en de hoogtepunten van het rapport zelf. Wellicht. Dus gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Voor u staat een trotse wethouder financiën. En dat geldt niet specifiek voor het eindresultaat, al is dat natuurlijk hartstikke mooi. Een goedkeurende verklaring, een schone goedkeurende verklaring met betrekking tot de jaarrekening. Maar er is ongelooflijk hard gewerkt door velen. Ik zal ze straks in willekeurige volgorde even aflopen, om tot dit resultaat te komen. De accountant is een kleine 2 weken geleden begonnen met de controle. Bij ons in de overtuiging dat alleen het sociaal domein nog open stond. Maar ze hebben gewoon een compleet nieuwe controle in 2 weken er doorheen gejaagd. Op zich is dat ook knap, uiteraard. Maar daar zit zo ongelooflijk veel werk aan wat wij allemaal niet zien. Dus er is behoorlijk overgewerkt tot in de nachturen toe. Dus ik wil de ambtelijke organisatie ontzettend bedanken voor het werk wat zij hebben geleverd. Zowel aan Tielse kant als aan BWB kant. Dat is ook een beetje Tielse kant natuurlijk. Dus vanuit dit gremium mijn hartelijke dank voor al die mensen die keihard hebben gewerkt om te staan waar we nu uiteindelijk vanavond staan. Ook grote dank richting de auditraadswerkgroep. Ik kan me nog herinneren dat de voorzitter, de heer Gradissen, een beetje QQ als voorzitter van de commissie beleidscyclus gevraagd was om deze club te leiden. Want er was toch niet zoveel tijd.
Dat heeft de heer Gradissen geweten de afgelopen jaar al zeker. En er zal nog wel wat aankomen in het staartje hierna. Dus ik wil de leden van de auditraadswerkgroep ook van harte bedanken voor al hun tijd en avonden die hier ook in zijn gegaan. En uiteraard ook wil ik die niet onvermeld laten, de griffier, de begeleiding van de auditraadswerkgroep. Hartelijk dank om de structuur ook mee te geven, zodat we ook niks over het hoofd zagen, ook richting Deloitte niet. Alle verslagen die zijn gemaakt enzovoort. Dus ook de griffier, hoewel dat helemaal niet past in de duale verhouding uiteraard. Maar ook de griffier van harte bedankt voor de inzet die is gepleegd. Dan de controleverklaring zelf. Ik loop er maar even grofweg doorheen. Er zit één element bij waar wij ons niet in herkennen. Waar wij het ook gewoon niet eens zijn met de opmerking die is gemaakt in het controleverslag. Dat geldt de zogenoemde kasgeldlimiet. Daar staat aangegeven dat we die voor 4 kwartalen achter elkaar hebben overschreden. Dat klopt op zich wel. En de wet FIDO gaat uit van 2 kwartalen. Maar daar hebben wij naar de toezichthouder in deze, de provincie, over een mail gestuurd. En daar hebben we ook toestemming voor gekregen om dat langer te overschrijden. Dat is overigens gunstig, want dan kun je langer kort geld aantrekken. En dat is qua rente gunstiger dan lang geld. De accountant heeft geoordeeld dat dat niet een formeel verzoek is geweest. Dus die vond de mail onvoldoende onderbouwd. Wij vinden dat echt spijkers op laag water zoeken. Maar goed, de tijd ontbrak ook met de accountant om daar langer over in gesprek te gaan. Dus die dragen wij, die opmerking. Met betrekking tot het sociaal domein ziet u dat er een groter bedrag uit de reserve sociaal domein is gehaald. En dat komt doordat de accountant, omdat we nu langer bezig zijn gegaan, alle rekeningen die later binnen waren gekomen dan de jaarrekening die hier voorlopig is vastgesteld, ook verwerkt moesten worden. Dat loopt nu tot medio september als het ware glad, hebben we het bijgewerkt. En vandaar dat er nu minder in het reserve sociaal domein zit. Maar dat komt doordat we rekeningen die later zijn binnengekomen nu ook nog verwerkt hebben in deze jaarrekening. Dan met betrekking tot Europees aanbesteden is er een opmerking gemaakt over een ICT-project. Dat is een ICT-project wat gegund is aan PQR. En dat is voor ons een belangrijke partner, omdat zij onze bedrijfssystemen overeind houden. In die zin snap ik ook dat we de partner blijven inhuren. Want waar gaat het grotendeels over? Dat is inhuren van specifieke kennis, programmeren en dergelijke. Dat neemt niet weg dat we daar natuurlijk niet zonder meer mee door kunnen gaan. Dus dat is een aandachtspunt naar de toekomst toe. Hoe we deze aanbesteding weer kunnen ombuigen, zodat dat rechtmatig is. Het heeft geen oordeel gehad voor de rechtmatigheid uiteindelijk, omdat het binnen de tolerantiegrenzen blijft. Dan is er een opmerking gemaakt over de Westluinen Support. Die hebben wij altijd beschouwd als grondexploitatieproject. Daar is de accountant ook altijd mee akkoord gegaan. En daarvan heeft de accountant nu gezegd van dat moet u eigenlijk meer zien als een vastgoedproject. Dat verandert erin de boekhouding wel het een en ander, maar per saldo ook niks. Dus die wijzigingen zijn verwerkt, maar voor het project maakt dat verder niks uit. De laatste waar de aandacht voor nodig is, dat is het ombuigen van voorzieningen naar reserves. Daar is de accountant vorig jaar al met de stopkam doorheen gegaan. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de voorziening voor onderhoudszaken bij de Agnietenhof. Dat een voorziening in plaats van een reserve moest worden. De accountant heeft nu van een aantal andere posten dat ook gezegd. Daar heeft men vorig jaar ook naar gekeken. Er is niks veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dus wij vinden het in die zin gek dat dat nu ook reserves moeten zijn. Is ook lood om oud ijzer, want in de praktijk gebeurt er niks. Maar het is wel voor ons nu de stimulans, doordat er nu een aantal op rij komen die van voorzieningen naar reserves moeten worden omgebogen, om goed te kijken wat specifiek de reden is van iedere reserve of voor iedere voorziening dat te doen, om daar een reserve van te maken en daar weer de maatregelen op te nemen om daar ook gewoon weer een voorziening van te maken. Maar dat wordt vervolgd. Voorzitter, dat was het in hoofdlijnen.
Dank u wel. Misschien is het handig dat u even blijft staan. Of bespaart u nog een wandeling. Of mochten er nog vragen zijn in de eerste termijn. Ik begin maar even bij de heer Gradissen als voorzitter van de auditwerkgroep. Die knikt nee. Nou, als voorzitter van de auditwerkgroep heb ik niet zoveel te vragen. Nou ja, als de heer Gradissen van de Partij van de Arbeid dan. Nee, dat heb ik aan iemand anders overgelaten. Oh. Dus als ik mijn handen vrij had, als er moesten nog vragen zijn aan de auditwerkgroep. Naar wie mag ik kijken? De heer Verbeek zie ik buigen. Ja, voorzitter, dat mag u aan mij vragen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de wethouder vakkundig alle punten die ik op mijn lijstje heb staan, één voor één heeft weggewerkt. En ik daar geen enkele verdere opmerking over heb te maken. Dus ik heb verder geen vragen. Dank u wel. Wie verder in de eerste termijn? Mevrouw Stoetenvlag. Ook oranje of oranje, paars gearseerd, zag ik staan. De overzicht ontwikkeling lastendruk in Tiel. Volgens mij kwam die helemaal niet voor in de vorige jaarrekening. Heeft dat te maken met nieuwe verantwoordingsverplichtingen uit de BBV? Oké, eerst even een rondje. Eerste termijn. Wie verder in eerste termijn? Ja, mevrouw Jastra. Dank u, voorzitter. Er wordt genoemd dat er een aantal zorgaanbieders zijn, met name voor de jeugdhulp en de begeleiding, waar nog geen controleverklaringen voor binnen zijn. Kunt u iets zeggen over de stand van zaken op dit moment daarvoor? Dank u wel. Wie verder in de eerste termijn? Niemand verder? Er zijn nog twee vragen voor de wethouder. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Soete heeft helemaal gelijk dat komt door wijzigingen in de BBV, dat die alsnog moeten worden opgenomen. Dus die gaat u dan ook vanaf nu in de PNC-stukken blijven zien. En mevrouw Joustra, die heeft ook nog gelijk, want nog niet alle rekeningen zijn binnen. Er moeten er nog meer binnenkomen en de precieze hoogte ervan blijft ook nog spannend. Dus dat zullen we de komende maanden ook nog moeten blijven volgen. Er zit in principe nog veel in de reserve sociaal domein. Dus in die zin zou het niet spannend hoeven te worden. Dank u wel. Als dat geen nieuwe vraag oproept, dan begreep ik dat de heer Van Oosterman ook nog kort het woord wilde voeren. Ja, dank u wel, voorzitter. In mijn rol als plaatsvervangend voorzitter van de raad. Het is vrijdagavond, dus ik zal het kort houden. Ja, wist je dat niet? Nou, ik denk dat het helder is wat ik wil zeggen. Ik denk dat het goed is dat de heer Van Dijk, mevrouw Joustra en de heer Grades even naar voren komen. Dus ik zeg, kom even in het midden. Want we willen jullie toch wel echt wel bijzonder bedanken. Het is natuurlijk niet vaak de bedoeling of de gewoonte dat wij mensen die in de werkgroep zitten met bloemen en dat soort dingen overladen. Maar soms zijn er omstandigheden die dat rechtvaardigen. En ik denk dat dit er eentje is. Ontzettend hard gewerkt. Het was ook heel spannend. Spannend voor ons, spannend voor Tiel, denk ik, in het algemeen. Van gaat het lukken? Daar is ontzettend hard voor gewerkt. Al gezegd, natuurlijk de ambtelijke organisatie, de Griffie, dat kunnen we alleen maar onderschrijven. We hebben hard voor geapplaudisseerd. In die zin is dat ook helder. Maar onze eigen collega's die toch namens ons zeg maar dit klusje moesten klaren, hebben dat fantastisch gedaan. En als ik zie op welke tijdstippen er mailtjes binnenkwamen, dan mag ik wel zeggen dat ze de dag en nacht aan gewerkt hebben. Dus beste mensen, kom even naar voren. Ik ga jullie bloemetjes geven. En in het bijzonder ook natuurlijk wel even een beetje aandacht aan de voorzitter, meneer Gradissen. Dat wil ik echt de andere twee niet kort doen, maar die heeft echt zich buitengewoon veel tijd ingestopt. En dat vooral met die gekke tijdstip. Ik geloof dat ik vanmorgen 1 om 6 uur kreeg. Ik heb er al eentje om 2 uur 's nachts gekregen. Dus wat dat betreft, kortom, geweldige prestatie. Ja. Oh, ja, dat heb ik niet verteld. Kortom, fantastische prestatie. Ik denk dat de applaus echt hierbij hoort. En natuurlijk ook de mooie bloemetjes. Mooi, dank jullie wel. Jullie kunnen in ieder geval weer thuiskomen vanavond.
Mochten er privéafspraken gesneuveld zijn door de raadsvergaderingen, dan kun je het op deze manier goed maken. Even niet vertellen dat je ze dan van Oostrom gekregen hebt. Hoewel dit wel opgenomen wordt. Dus. Goed. Dan komen we bij de heer Gradissen. Nou, ik wil de rol van de ambtelijke organisatie nogmaals onderschrijven. Want die hebben, ik geloof dat de afdeling financiën 2 weken lang met niks anders bezig is geweest. Ik geloof ook, kijk ik even naar de wethouder, dat ze daarvoor een beloning hebben gehad, ook namens de raad. En zijn getrakteerd en gefeliciteerd. Dus ja, met de complimenten zijn wel echt al enorm op zijn plaats voor die afdeling. Want die hebben echt beren hard gewerkt. En onmogelijke vragen van Deloitte voor de 4e keer binnen no time beantwoord. Dus ja, dat vind ik enorm knap. Ik kreeg van de accountant te horen, die zei op een gegeven moment tegen mijn telefoongesprek, ik vroeg hoe de samenwerking was. En toen zei hij iets van, de samenwerking was hartstikke goed. Er was af en toe wel gemopper als er weer een kritische opmerking werd gemaakt bij de ambtelijke organisatie. Als een kritische opmerking door Deloitte werd gemaakt. Waarvan ik dacht, als er alleen maar gemopperd wordt, dan mag je blij zijn onder deze omstandigheden. Een klap tegen je kop was ook op zijn plek geweest, maar goed. Goed, dank voor de complimenten voor de organisatie, ook vanuit onder het raadswerkgroep en de raad. Dan komen we bij het vaststellen van de jaarrekening. Kunt u daar allemaal mee instemmen met het gewijzigde ook vaststellingsbesluit? Ja, dat is het geval. Dan is dat akkoord. Dan begreep ik van de griffier dat mij nu gevraagd wordt meteen te tekenen, zodat terstond per koerier of anderszins BZK benaderd kan worden. Goed, dat brengt ons bij het volgende agendapunt en dat betreft de begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis, GGD Gelderland Zuid. Ik denk het goed is, er zijn een aantal stukken gestuurd, ook nog een oplegnota zit erbij. Ik wil u vragen, in ieder geval, we hebben natuurlijk 22 juni daar zeer uitgebreid over gesproken, overigens ook nog op andere momenten. Toen heeft u ook een amendement aangenomen met de strekking dat u de financiële onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het rapport van Montfort nog hier terug wilde zien voor oktober, dus dat is gelukt. En u bent in akkoord gegaan om raadsbreed, dat geldt voor het amendement volgens mij ook, om het bij de GGD onder te laten, onderdeel van de GGD te laten blijven. Omdat we toen daar ook heel uitgebreid met elkaar over gedacht hebben, wil ik u vragen om in de beraadslaging ook zoveel mogelijk te beperken tot de vraag die nu voor ligt. Namelijk de onderbouwing van die u toen ook gevraagd heeft via het amendement. Anders gaan we weer heel uitgebreid op de hele geschiedenis van Veilig Thuis in. U mag natuurlijk inbrengen wat u wilt, maar ik probeer het een beetje binnen de beperken te houden ook. Dus dan richt u vooral op wat er voor ligt qua besluitvorming. Daarvoor het gemak start ik maar even linksom. De heer Zuidema, eerst. Dank u voorzitter. Ik kan er extreem kort in zijn. We kunnen ons vinden in wat voor ligt. Met die verstande dat er is een amendement aangekondigd door mevrouw Sonstolk, CDA. Daar kunnen we ons van harte in vinden. En zij zal namens, ik denk, meerdere mensen de uitleg doen van dat amendement. En dat is voor ons ook wel een cruciale voorwaarde om hiermee in te stemmen. Oké, dank u wel. Mevrouw Kreuk-Wilderman. Ja, hetzelfde. Dat is nogal makkelijk, dus misschien is het makkelijker als mevrouw Sonstolk eerst. Vind ik een goed voorstel, mevrouw Sonstolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan wordt mijn antwoord wat uitgebreider. Dat begrijpt u wel, denk ik. Hè? Goed, raadsbesluit begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis Gelderland Zuid. We hebben natuurlijk met elkaar allemaal van harte ingestemd met betrekking tot het rapport wat Van Montfort naar aanleiding van diverse onderzoeken voor ons heeft opgetekend. Dat gezegd hebbende,
ligt er voor ons een raadsbesluit waar wij ons niet volledig in konden vinden. En dat had alles te maken met het feit dat als wij dit raadsbesluit zo zouden besluiten zoals het nu op papier staat, dat wij in principe een soort van vrijbrief zouden geven richting Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid. En dat willen wij onder geen enkele voorwaarde. Vandaar dat wij een abonnement hebben opgesteld waarbij wij wel degelijk zeer positief blijven over hetgeen voor ons ligt, maar daar toch wel een kanttekening bij plaatsen. Ik zal het amendement voorlezen, dan is het voor iedereen helder en dan kan de bode het ook uitdelen. Abonnement. Begrotingswijziging voor Veilig Thuis Gelderland-Zuid. De Raad van Gemeente Tiel in de vergadering bijeen, daterende 30 september 2016. Ondergetekende stellen voor het conceptbesluit te wijzigen en aan te vullen als volgt. In te stemmen met de zienswijze zoals verwoord in bijgevoegde brief over de begrotingswijziging 2017 Veilig Thuis van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid. Hierin is opgenomen dat de gemeente Tiel instemt met de begrotingswijziging, en nu komt die, ten aanzien van Veilig Thuis, mits de bijdrage van de gemeente Tiel toegepaste verdeling per gemeente is aangepast aan de bestuurlijke afspraken die gelden binnen de gemeenschappelijke regeling voor GGD Gelderland-Zuid. Het uitgangspunt is het toepassen van een verdeling op basis van inwoneraantal. Dit zal dus een nieuwe begrotingswijziging inhouden. En B, de GGD de opgenomen subsidieposten in de begroting GGD 2016 gaat analyseren en verwerken in de begroting Veilig Thuis 2017. Daarbij hebben we ook de brief die daar van toepassing is, de zienswijze, is ook aangepast. Het lijkt mij verstandig om die gewoon uit te delen. Als ik die ook helemaal moet gaan voorlezen, dat wordt lastig, denk ik. Maar in ieder geval geen vrijbrief dus, maar wel gemaximaliseerd op dat wat we in de zienswijze met elkaar nu vanavond besluiten. Dank u wel. De zienswijze qua tekst neem ik aan conform het amendement aangepast. Hè? Ja. Oké, dank u wel. Ik ga weer even, mevrouw Kreuk-Wilderman, u had verder niets aan toe te voegen. Nee, ik wil verder. Het lijkt me volgens mij verder duidelijk. We willen een duidelijke begrenzing op de bijdrage vanuit Tiel. Dat is met dit amendement naar ons idee goed afgedekt. Dank u wel. Wie van de Partij van de Arbeid? De heer Gadersen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, eens met het amendement. Wij kunnen dat mee instemmen. Naar mijn instellen wel de opmerking of de vraag. Toen we begonnen met Veilig Thuis, bungelden we ergens onderaan. Hadden we hele lage kosten per hoofd van de bevolking. Maar als je nu ziet, dan is het bedrag inmiddels binnen een jaar tijd bijna 2,5 keer zo hoog geworden. En dat verbaast ons wel enorm, dat het zou stijgen. Daar kon je vanuit gaan, maar zo enorm. En van 19 naar 39 FTE binnen een jaar tijd. En daar zit daar inhuur bij in, hè, bij die 19 FTE. De vraag van schieten we nu niet voorbij aan wat er nodig is? En hoe verhoudt zich dit tot de kosten van de rest van Nederland? We hebben ooit een plaatje gehad waarin dat nader gespecificeerd was. Waarin we eerst onderaan bungelden. Maar als ik er nu naar kijk, dan stijgen we nu naar de top 3 toe van de regio's die het meeste uitgeven per aanveilig thuis per hoofd van de bevolking. Dus daar zou ik graag een toelichting op willen. Ja, dank u wel. Meneer Van Gurp. Eigenlijk een beetje aansluitend met wat de Partij van de Arbeid aangeeft. In algemene zin kunnen wij wel stellen dat we met allerlei versnippering uiteindelijk wel de informatie hebben gekregen. Maar daar één deel nog wel in miste. En dat is met name een stukje doorkijken, een stukje verder kijken naar de komende jaren 2018-2019. Wat de heer Gadersen er net ook al aangaf, er is sprake van een enorme stijging. Nou, dat zou je voor 2017 nog wel kunnen voorstellen. Er is een organisatie die beter moet worden opgetuigd. Mogelijk zijn nog niet alle onderdelen van de wachtlijst weggewerkt. Dus dat je daar wat extra kosten krijgt, logisch. Wat eigenlijk er niet duidelijk wordt, is hoe zich dat nou gaat ontwikkelen in de jaren daarop. We hebben het dadelijk over een stuk van 4,2 miljoen. Is nou te verwachten, is het logisch, ligt het in de lijn om ook voor 2018 en 2019 van zo'n bedrag uit te gaan. Er is op dit moment, in ieder geval naar onze mening, geen duidelijkheid over. Terwijl je normaliter ervan uit zou kunnen gaan, dat zeker als de zaken op orde zijn,
een aantal interimers waarschijnlijk ook een stap hebben teruggedaan, dat je dan een begroting krijgt die qua financiële omvang wat minder zou moeten zijn. Dat is één. Tweede onderdeel daarvan zou in ieder geval in onze optiek merken de afschaling op dit moment en het doorschuiven richting de veilige wijkteams ook moeten leiden tot een daling. Dat laat onverlet dat vervolgens nog eens de vraag wordt hoe men daar bij de veilige wijkteams mee omgaat. Met andere woorden, iets meer schetsen waar het toekomstbeeld naartoe gaat, om ook voor onszelf een beetje voeling te krijgen in welke orde van groottes wordt er gepraat, dunkt ons zelfs bij dit soort begrotingen zeer verstandig. Dank u wel. Mevrouw Stoet de Vlag. Ja, ook in de lijn van de heer Grades en de heer Van Gurp. Volgens mij is zelfs al een verdrievoudiging geweest in de meerjarenbegroting. Dus het is al doorgetrokken tot 2021. En andere, als we zien bij de stukken van commissie Samenleving, de rapportage, dan geeft dat wel hoop. Maar inderdaad, wat de heer Van Gurp zegt, er komt nu zoveel op de schouders van de wijkteams als je die rapportage bekijkt, dat je je af gaat vragen of we daar ook niet veel meer in moeten gaan investeren om iedereen adequaat te kunnen helpen. En verder zijn wij het ook eens met het amendement. Dank u wel, mevrouw Joustra. Ik wil heel graag een heel kort moment even schorsen om te overleggen met mijn fractie. We hebben het niet gelezen. Dat is goed, maken we even het rondje af. Hetzelfde. De heer Van Galen. U bent aan het woord. Ja, het was me niet duidelijk of u nu willen gaan schorsen of niet. Nou, ik wou eerst even de eerste termijn afmaken, want dan kan ook het college die schorsing gebruiken om eventueel nog een beantwoording voor te bereiden. Ja, prima. Laat ik beginnen met het amendement. Ik denk dat het amendement uitstekend aangeeft waar de begrenzing ligt. En we steunen dat amendement. Daar zit meteen ook de zwaarte van het risico. Want op het moment dat je het amendement steunt, wordt het risico met betrekking tot verwijzing naar wijkteams, wat net al genoemd is. Wijkteams settelen, krijgen ook andere werkzaamheden, worden steeds bekender. Dus de druk daar wordt steeds groter. Maar dat risico moeten we echt goed in beeld houden. Want daarmee vindt toch een verkapte verschuiving en verplaatsing van het probleem plaats. En wellicht ook de toename van aantal meldingen, want dat zou natuurlijk ook nog een rol kunnen gaan spelen. Dus er zijn met het amendement in de hand wel de financiële kaders begrensd voor komend jaar. En zoals de VVD aangaf, voor de jaren daarna nog niet. Wat niet begrensd is, is een oplossing van problemen die er daadwerkelijk zijn. De aantal gevallen die er zijn, het verschuiven van werkdruk en de vraag die we daarbij hebben aan de wethouder is hoe hij daar handen en voeten aan denkt te gaan geven. Dank u wel. Kijk even naar de wethouder. Misschien is het handig als u voor de schorsing nog even de beantwoording doet, als het tenminste lukt. Of wilt u in de schorsing gebruiken? Oké. Okay. Dan gaan we even schorsen. Hoe lang? 10 minuten? 5 minuten? Schorsen we gaan. Na de schorsing, ja. Ja, dan wil ik 10 minuten. 10 minuten? Ja. We zijn toe aan de beantwoording van het college, maar kijk even naar. We hadden van in de eerste termijn dan mevrouw Joost en mevrouw Sonderveld gevraagd om een schorsing. Is het goed als we eerst de beantwoording vanuit het college doen? Oké. Okay. Het woord aan wethouder Driessen. Ja, voorzitter, dank u wel. Om te beginnen, het ingediende amendement, dat kan het college overnemen. Dat schept duidelijkheid. En dan blijven er nog een aantal vragen over, waar, als u dat goed vindt, collega Melissen de beantwoording voor zijn rekening zal nemen met betrekking tot de jeugdteams, de wijkteams.
Partij van de Arbeid heeft een vraag gesteld, opmerking gemaakt over... We zijn begonnen als een, de Veilig Thuisorganisatie met het laagste budget. En het lijkt er nu op alsof we nu aan de hoogste kant zitten. Even terug naar het begin. Ik zou bijna zeggen waar de problemen mee zijn begonnen. Is dat het toen gebaseerd was op een verwachting die in de praktijk niet uit is gekomen. Het aantal meldingen zijn aanmerkelijk hoger. En hetgeen wat nu voor ligt, als je dan kijkt, als je het gaat vergelijken helemaal. Op basis van de eerste meting zouden we waarschijnlijk bij de helft zitten. Maar ik stel voor om dat bij het gemiddelde zetten. Ik stel voor dat we gewoon de GGD vragen op het moment dat het mogelijk is even de thermometer weer opnieuw erin te steken. Om ook u daarin mee te nemen waar we nu staan. De doorkijk 2018-2019, die komt vanzelfsprekend weer met de normale cyclus, de begrotingscyclus. En die is dus te verwachten medio 2017 voor 18 en 19, gebaseerd op de afspraken die er allemaal gemaakt zijn. Mevrouw Kreuk-Wilderman. Ja, ik heb naar aanleiding van de vragen en nu ook uw antwoord over de toekomst, heb ik me gebaseerd op het advies van Bureau van Montfort, wat zij hebben uitgebracht en wat we ook als raad hebben aangenomen. Waarin staat dat ze zeker wel 2 jaar nodig hebben om de boel op de rit te krijgen. Maar vooral ook dat we na 2 jaar gaan evalueren. Dus u heeft nu over 18 en 19, maar dat valt wat mij betreft buiten die vooralsnog die periode die we met elkaar hebben afgesproken. Wethouder? Neem niet weg wat de heer Van Gorp aanhaalt, dat er met de financiële benadering er een doorkijk zou moeten komen. En die kan gezien de normale cyclus met de afspraken die gemaakt zijn, niet eerder dan bij de begroting 2018. Dus dat is medio 2017. Dat was mijn bedoeling. Neem niet weg hetgeen wat als er straks bij een evaluatie weer een andere situatie ontstaat, dan is dat ook inderdaad weer anders. Wat dat betreft verandert het ieder jaar nog steeds. Volgens mij waren dat de vragen en dan collega Melissen even de andere stukken. Wethouder Melissen. Ten aanzien van de wijkteams en het op- en afschalen vanuit het veilige wijk, of veilig thuis. Dan kom je als op het vraagstuk uit, stel dat er veel wordt afgeschaald en ze krijgen veel zaken. De workload neemt toe. Wat zou dat dan betekenen voor de kosten van het wijkteam? Moet de capaciteit uitgebreid worden? Want daar draait het eigenlijk om. Op het moment dat het geval zou zijn, dat betekent in ieder geval dat de op- en afschaling goed werkt conform de afspraken. Dat is op zich dan heel erg fijn. Maar dat betekent ook dat we met elkaar kritisch moeten gaan kijken van hoe gaan we dat dan betalen. En ik denk dat het dan toch echt in de reden ligt om op dat moment ook eens heel goed te kijken naar de bijdrage van de GGD. Van wat doen zij dan minder en wat doen wij dan meer en welk deel zou dan weer terug moeten naar ons. En wat wij dan zouden kunnen bestemmen voor de wijkteams. Zo zou ik het benaderen. Dank u wel, de heer Gradissen. Ja, interruptie. Als je naar de cijfers kijkt, de laatste cijfers die we hebben gehad, bij de ingekomen stukken van samenleving zitten, dan zie je dat percentagegewijs steeds meer naar die wijkteams gaat, naar het veilig thuis. Wij hadden zelf in de fractie juist over van in hoeverre is veilig thuis niet de achterstand aan het wegwekken door gewoon alles over de schutting heen te kieperen. Dat gevoel kregen we namelijk een beetje bij die cijfers. En daar maken we ons wel zorgen over. Want wij kregen daarbij het idee van ja, Veilig Thuis wordt eigenlijk meer een doorgeefluik richting sociale wijkteams dan dat zij nou echt bezig zijn de zaken goed te onderzoeken. Althans, als je naar de cijfers kijkt, dan kan je die indruk krijgen omdat er relatief gezien steeds meer naar die wijkteams gaat en minder wordt opgeschaald en minder wordt onderzocht. De heer Van Galen, op hetzelfde punt? Ja. En u geeft wel aan dat dan de oplossing zou kunnen zijn als dat gebeurt,
dat we dan maar eens moeten gaan kijken hoe de GGD daaraan een bijdrage gaat leveren, ook in financiële zin. Wij beslissen hier welke bijdrage we leveren aan de GGD. Maar het GGD-bestuur zijn meerdere gemeenten. Dat is nog een ander soort beslissing als het gaat over wat ze moeten bijdragen vanuit de GGD terug naar de gemeente Tiel. Om hier de groei van de vraag in de richting van de veilige wijkteams op te lossen. Dus daar wordt hier wel simpel voorgesteld u om het zo op die manier dan maar eens te benaderen. Maar het lijkt mij in de praktijk bijzonder weerbarstig om dat te realiseren. Wethouder? Nou ja, ik denk als je niet daarmee begint, door dit als uitgangspunt te nemen, dat je jezelf ook niet serieus neemt. En dat moeten we wel doen. Want op het moment dat de op- en afschaling, laten we zeggen, toeneemt, stel je, de zorg van die gratis, snap ik. En dat betekent echt automatisch dat de GGD minder hoeft te doen. Echt minder hoeft te doen. En als zij minder hoeven te doen, dan is het toch niet onlogisch om met elkaar eens even goed dat gesprek te voeren over die bijdrage. En dat, misschien is uw conclusie juist, maar misschien is ook mijn uitgangspunt juist. En ik denk dat het vooral gaat om dat we moeten monitoren wat er gebeurt. De cijfers zijn helder, hè. We zien een stijging. Dat betekent dat in ieder geval die gesprekken tussen Veilig Thuis en de wijkteams goed lopen. En dan is wel de vraag, wat is dan het effect op de wijkteams en wat gaat dat betekenen voor de GGD zelf? En ik vind echt dat we dan met elkaar die discussie zouden moeten voeren. En die discussie moet dan ook door de regio worden gevoerd. Want dan moet je een coalitie vormen. Het is allemaal niet simpel, dat begrijp ik ook wel. Maar de essentie, hoe je naar het probleem moet kijken, vind ik wel simpel. Dank u wel. Wij zijn toe aan de... nog twee... hadden we nog een eerste termijn, die hadden een schorsing gevraagd. Mevrouw Jouwstra, dus daar begin ik even mee. En dan de overige voor de tweede termijn. Mevrouw Jouwstra. Nou, we kunnen er eigenlijk heel kort over zijn. We willen in ieder geval ook aanvullen de zorgen voor de wijkteams. Die delen wij ook zeker. En ja, we zijn eigenlijk ook wel een beetje blij met de opmerkingen van de wethouder in deze. We zullen het allemaal zeer kritisch blijven volgen in de toekomst. Wij sluiten ons volledig aan bij het voorstel en wij willen ook graag inderdaad het amendement mee ondertekenen. Dank u wel, mevrouw Sonneveld. Ja, ik heb in deze niet heel veel meer toe te voegen, want eigenlijk is alles gezegd. Na overleg kunnen wij ook instemmen met het amendement. Dank u wel. Wie in de tweede termijn? Niemand? Dan gaan we. Zijn er fracties die niet voor het amendement zijn? Dat is niet het geval. Dat betekent dat het voorliggende amendement raadsbreed aangenomen is. En het voorstel met een achtname van dus het amendement, en dat geldt ook voor de zienswijze, ook op grond van het amendement wordt aangepast. En daarmee is dat voorstel ook aangenomen. Kijk even rond of u dan akkoord bent met het geamendeerde voorstel. Dat is het geval, is dat ook aangenomen. Maar was ik nog vergeten te melden dat mevrouw Metiari het lotnummer had getrokken. Ik zou het toch jammer vinden als ik u niet mocht feliciteren vandaag. Alleen, nou ja, voordat de vergadering gesloten is, kunnen we altijd hopelijk stemmen. Ik weet dat u daar liefhebber van bent. Dus. Goed. Voor het vraaguurtje heeft zich niemand gemeld. En dan komen we bij de rondvraag. Zijn er punten voor de rondvraag? De heer Van Oostrom. Zijn er nog andere punten? Even iemand zien. Nee, alleen de heer Van Oostrom. Een hele korte. Afgelopen woensdag was ik bij Dag Niethof. Daar merkte ik dat er wat commotie ontstond bij bezoekers, omdat een deel van het havengebied was afgesloten in verband met de verbouwing rond de Zandwijkse Poort. En mijn vraag is het volgende. Waarom wordt er niet gecommuniceerd met de Agnietof? Met dat soort dingen. Die hebben een service mail sturen ze rond. En dan kunnen ze dat soort dingen juist heel mooi inzetten. Dus dat was mijn vraag. En ik begreep ook bij een aantal bedrijven die rond die poort zitten, zeg maar ook dezelfde klacht was van ja, er gebeurt wat en wij weten het niet. Dus dat is mijn vraag. Kan het niet beter gecommuniceerd worden? Dank u wel. Even kijken, dan is het toch handig even naar de poortwethouder, kijk. Het gaat dus niet alleen over de Schouwburg, maar ook over andere bedrijven. Dus wethouder Driessen.
Ja, voorzitter. De afsluiting bij Zandwijkse Poort is wel gecommuniceerd met Hart van Tiel en winkeliers daarmee. Wij moeten dit even opnemen. Het is eigenlijk even opfrissen van een oude afspraak dat juist ook de Agnietenhof geïnformeerd zou worden. In verband met het communiceren naar de klanten toe, of naar de bezoekers. Breng het signaal over. Dank u wel. Dan is daarmee de vergadering gesloten.